Lopende golven. Tja, wat is dat nou weer? Kijk, een Golf, een redelijk populaire auto, is dit. En een Golf kan bewegen. Ja, hij heeft wielen, dus hij kan rijden. Maar lopende golven, die, ja. Ik denk toch dat er iets anders mee wordt bedoeld. Laten we even kijken. Ah, kijk. Dit is wat beter, hè? Je hebt water, je gooit een steen erin en er ontstaat golven. En de golven gaan inderdaad bewegen vanaf het middelpunt naar buiten toe. Dat is een lopende golf. Eventjes inzoomen. Kijk, hier heb je het wateroppervlak. En het wateroppervlak, ja, die gaat omhoog en naar beneden toe. En zo ontstaat er dus een golf. Je ziet hier één golfbergje, hè, van links naar rechts gaat hij. Maar gaat er ook echt iets van links naar rechts? Kijk eens naar één zo'n deeltje. Ja, ik heb hem hier even rood gekleurd. En kijk even wat er met het ene deeltje gebeurt. Kijk, hij gaat omhoog en hij gaat omlaag, maar hij blijft wel op dezelfde plek in het water. Dus er gaat inderdaad een vorm van links naar rechts, maar het deeltje zelf blijft op zijn plek. En dat is wat ook een golf is. Een golf, wat is dat? Dat is een trilling die zich voortplant. Maar het deeltje zelf plant zich niet voort. Die blijft in feite gewoon op zijn plek. En die golf die kan dus in het water zijn of in een koord. Of zelfs in lucht. Geluid is ook een golf. Komen we later op terug. Ja. En koord, water, lucht, dat wordt medium genoemd. Ja, dus een trilling die plant zich voort in een medium. In dit geval hier gaat de golf van links naar rechts. Maar de golf gaat van links naar rechts, maar het deeltje zelf die trilt op en neer, althans op. En hij gaat, hè, voor de helft, hij heeft maar een helft, halve trilling gedaan. En het is in ieder geval dat ze dus loodrecht op elkaar staan. En in dat geval noemen we het een transversale lopende golf. Een transversale lopende golf, daar is de bewegingsrichting van de golf loodrecht op de trilling van ieder afzonderlijk deeltje. Heb je ook andere golven? Jawel, let maar op. Kijk, hier hebben we het weer. Ja, weer een koord. Ik heb ze iets verder uit elkaar getekend nu, de deeltjes, of iets meer ingezoomd kun je ook zeggen. En we gaan kijken wat er nu gebeurt. Je zult nu denken van, hé, wat gebeurt er? Maar nu zie je dus een verdikking van deeltjes. En die verdikking van deeltjes, die gaat van links naar rechts. Kijk, hij gaat mooi van links naar rechts en hij is nu bijna aan de rechterkant gekomen en hij verdwijnt nu uit het beeld. Dus hier gaat ook weer iets van links naar rechts. Ook even één deeltje vastzetten, althans vastzetten, inkleuren en kijken wat dat deeltje doet. Ja, dus oh, kijk naar links, daar gaan ze bewegen. En de beweging komt nou bij het rode deeltje. Ach, kijk, het rode deeltje gaat naar links. Oké, hij gaat naar rechts. Oh, kijk, daar is een verdikking ook. Hij gaat met een verdikking mee. En hij gaat weer naar links. Kijk, de verdikking gaat van links naar rechts, maar ieder deeltje zelf blijft weer op zijn plek. Dus dit is ook weer een golf, een vorm die van links naar rechts gaat. In dit geval, de golf gaat inderdaad weer van links naar rechts. Die verdikking ging van links naar rechts, maar het deeltje zelf, dat ging dus nu niet loodrecht op die beweging. Nee, hij ging in dezelfde richting als een golf trillen. En als het in dezelfde richting is, dan noemen we dat een longitudinale lopende golf. Dan heb je dus een golfbeweging die in dezelfde richting is als de trilling zelf. We gaan even de golf zelf bekijken. Ik werk altijd met een transversale golf. Dat tekent wat makkelijker dan een longitudinale golf. Maar alles wat je over golven te weten komt, ja, geldt zowel voor transversale als voor longitudinale golven. Oké, hier hebben we weer een golf. Nou, kijk. Het deeltje gaat omhoog. Kijk, en het eerste deeltje gaat nu naar beneden toe, naar de evenwichtstand en hij gaat verder. Kijk, hij gaat dus nu meerdere trillingen doen. Althans, even kijken eens meerdere trillingen, want nu heeft hij één trilling gedaan. En ja, hij gaat gewoon door. En je ziet dus dat in het koord of in het water er een mooie golf ontstaat met een berg en een dal
en nog een berg en nog een dal. En nou, nu eventjes stoppen, hè, dan kunnen we het eventjes rustig bekijken wat er allemaal met zo'n golf te beleven is. De start van een golf. Ja, ieder golf heeft natuurlijk een begin. Kijk, hier is het begin van de golf. Ja, dit deeltje hier staat op punt te bewegen. Ja, en dat noemen we de golfkop. En de golfkop, dat is dus de start van de golf. En de golf hier gaat van links naar rechts. En die heeft een bepaalde snelheid. De vorm, die heeft een bepaalde snelheid naar links toe. En die beweegt naar links toe. En je ziet dus dat de golf een regelmaat heeft. Want hij heeft een berg, een dal, en dan herhaalt het zich weer. Weer een berg en weer een dal. Dus het is een periodiek iets. Dat heeft natuurlijk te maken met die trilling, die ook een periodiek iets is. En één zo'n vorm van een golf, ja, en dat kan ik mooi zo aangeven. Kijk, één zo'n berg en dal samen, dat wordt een golflengte genoemd. Golflengte is dus de lengte van één berg en één dal samen. Het symbool voor golflengte is een heel mooi symbool, de labda. De naam is trouwens ook wel mooi, vind ik, maar goed. He, de labda. En omdat het gewoon lengte is, is de eenheid natuurlijk de lengteeenheid, namelijk meters. Nu heb ik hem op deze manier hier getekend, maar je had natuurlijk ook kunnen zeggen van, weet je wat, een golflengte is de afstand tussen twee golftoppen. Dat maakt natuurlijk niks uit. De golflengte is gewoon golflengte. Oké, de golf gaat van links naar rechts en hoe lang duurt het voordat de golf zelf één golflengte heeft afgelegd? Nou, dat is dus één berg en één dal samen. En hoe lang doet een trillend deeltje over omhoog gaan, naar beneden gaan en weer omhoog gaan? Nou, dat is precies één trillingstijd. Dus, en daar kunnen we iets moois mee doen, want kijk, snelheid, maakt niet uit golfsnelheid of gewone snelheid, snelheid is altijd afstand gedeelde tijd. En als ik dus voor afstand een golflengte invul, dan moet ik dus voor de tijd een trillingstijd invullen. En dat betekent dus dat snelheid is golflengte gedeeld door trillingstijd, of gedeelde trillingstijd is hetzelfde als maal frequentie. Dus V is lambda gedeeld T, of V is lambda maal F. Ik doe het eventjes deze in het vet en apart, omdat het twee belangrijke formules zijn, of eigenlijk is het één formule, hè, die je heel vaak zult moeten gebruiken. Dus print dit in je hoofd, vergeet het niet meer. Tot slot nog eventjes een laatste, om echt eraf te zijn. Ja, wat is eigenlijk het medium voor lichtgolven? Nou, denk daar maar even over na. Bedankt voor je aandacht en tot ziens.